Hallo allemaal, ik ben Nerdboy voor als je niet wist. En welkom bij deze nieuwe video van Welke zou ik aanraden. Dus als je even langs deze blaasjes wilt. Ja, we moeten een hoop luisters. Dit is de Rebel series die ik ga doen. En ja, hierna komt de Elite series. Dus dat wordt een lange video. Dit wordt ook een lange video, kan ik je zeggen. Maar laten we dus gewoon snel gaan beginnen. Laten we beginnen met deze blaasjes, de Angel Aim. De Angel Aim, daar heb je vele versies van. Het begon eerst met de Power Pair, je hebt Angel Aim, je hebt nog meerdere. Je hebt hier volgens mij meer dan 10 versies van. Het is gewoon een Jolt, waar twee dart storage op zit. En je kan ook nog hier nog een dart natuurlijk kwijt. En komt gewoon met Jolt Performance en die de beste dus. Dus ja, dat is dat. Dit is de Sweet Mystery. De Sweet Mystery is bijna niet te vinden in Nederland. Ik heb hem tot nu toe alleen gevonden op Toychamp. En op Toychamp is die voor een goede prijs. Je krijgt dus een soort van holster bij. Ik begrijp niet waarom je dat doet. Dat komt met een pen. Met 6 decoder darts. Met dit soort camo erop zitten. Ja, het is voor de rest gewoon een Jolt. Rebel Jolt. En het is voor de rest veel bijzonders. De volgende is de Mini Mischief. Nou, deze Mini Mischief is modified. Er zit een spring in van een andere blaster, van een van mijn non-nerf blasters. En die was kapot gegaan, dus ik heb dus die spring in de Mini Mischief gedaan. En nu is die echt heel erg krachtig. Maar de Mini Mischief zelf is deze, is gewoon een hele kleine blaster. Maar voor de rest best wel leuk om mee te spelen. Het is een Jolt-style blaster en je kan hem dus ook zo uit elkaar klappen. En je kan hem ook weer dus in elkaar klappen. Maar ja, voor de rest is het best wel een leuke blaster om zo mee te schieten. Dus ja. En het is goedkoop. De volgende is de Diamond D-Star. De Diamond D-Star is een strength-powered blaster. Die was een van de eerste. Dat had een oncomfortabele handle. Maar kon voor de rest best wel met goede range. Het ziet er gewoon leuk uit dat hij doorzichtig is en zo. De volgende is de Pink Rust. Pink Rust, die van mij was een keer patent. Nu niet meer. Ik heb hem unpatent. Maar ja, nu ziet hij er. Ja, ik vind hem nu wel gaaf eruit zien. Dit was mijn eerste blazer van de Rebel line. Het komt op zich met goede ranges. Best wel sterk is die. Het komt met Attack the Rail erboven. En het is gewoon een leuke blaster om mee te schieten. De volgende blaster is de Messenger. De Messenger is de sterkste blazer volgens mij die we hebben in de Rebel line. Het komt met een hele krachtige sprint. Komt met goede ranges. En het is gewoon een hele gave blaster. Het komt ook met de pen. Natuurlijk met een decoder weer. Met een double decoder. En het komt met 5 darts. De volgende is de Sweet Mystery. De Sweet Mystery kwam met een holster, 4 darts en is een hammerstyle priming. Voor de rest een comfortabele handle, comfortabele trigger, comfortabele prime. En is gewoon een gave blaster. Komt met goede ranges ook. De volgende is de Slingback. De Slingback is eigenlijk een rebel versie van de Sling Strike die eerder in het jaar kwam van 2014. En nu hebben we de Slingback ook. Komt gewoon met dezelfde ranges. Het is gewoon best wel een gave repaint, om het zo te zeggen. Ja, dat is best wel leuk. De volgende is de Luminati. De Luminati is de comfortabele blaster. Het is een soort van messenger. Dus hij is ook heel erg krachtig. Dat komt met een LED erin. Waarmee je darts op kan leiden. En is voor de rest gewoon heel goed. De volgende is de Courage Crossbow. De Courage Crossbow schoot arrows. Het is de kleinste blaster van de Nerf Rebel. Die arrows afschiet. En het kan 3 arrows vasthouden, hier 2 onder en hier dan eentje. Het komt met de Tactic Rail, oncomfortabele handle. En ja, voor de rest is die wel irritant om te reloaden. De volgende is de Fair Fortune Crossbow. Het is een soort van de Charm Series. Het komt met een comfortabele handle, het komt met zo'n chain. En het komt met 5 darts, volgens mij 6 darts. En ziet er strength power, ziet er best wel gaaf uit. En ja, best wel leuk. Maar hij jamt best wel vaak ook, dus ja. De volgende is de Spylight. De Spylight kwam met een laserlight, met een tactic rail. En de laserlight had ook een tactic rail. Het was een strong arm style blaster. Het komt met 6 darts. Je hebt hier ook nog dart storage, comfortabele handle. En komt op zich met goede ranges. De volgende is de Rapid Red. Nou, die van mij is modified, maar voor de rest zit er niet veel verschil in. Het is een soort van Rebel Strife. Het heeft een 12 dart clip. En het komt met best wel goede ranges op zich. De volgende is de Furless Fire. Het is mijn favoriete Rebel Blaster. Het is een soort van Thompson. Met zo'n machine gun. Het is echt heel gaaf. Het komt met 20 darts. Het heeft de meeste darts van de hele Rebel line. Het is motorized. Het detect de grill. Je hebt de side. Je hebt op zich best wel kleine handles. Maar die zijn best wel comfortabel voor de rest. En het is gewoon een goede blaster. Dus ja. De volgende is de Secret Shot. De Secret Shot is een soort van Rebel Deploy.
En had kleine handles, maar die zijn comfortabel. Het heeft dart storage in de stock. En komt op zich met goede ranges. Het is een best wel leuke blaster op zich. En hij is goedkoop. De volgende is de Cross. Wow. De Guardian Crossbow. Het was een van de eerste Rebel blazen. Het heeft een comfortabele handle. Die van mij was ook painend. Het heeft op zich wel een kleine stock, maar is wel comfortabel op zich. Het heeft zo'n prime. Het heeft 6 darts. En het had deze bow arms. Waar een string ook aan zat. Maar die string heb ik eraf gehaald. Maar wat is dat? De volgende is de Codebreaker Crossbow. Sorry voor die tik. Het is een string powered blaster. Het is vorig jaar uitgekomen. Het heeft een best wel comfortabele stock. Kleine handle. Het heeft een lange slide. Lange prime bedoel ik. 8 darts was het. Het had deze code dingetje. Maar ja, voor de rest is het niet veel bijzonders. Het jammed wel een aantal aardig wat. Maar ja, op een gegeven moment is die best wel leuk. Zo. De volgende is de Stronghold Bow. De Stronghold Bow is ook vorig jaar uitgekomen. Aan het begin van het jaar had 4 darts. En het was eigenlijk een beetje een repaint van de... remake van de Heartbreaker Bow. Die het jaar daarvoor kwam. Dus ja, voor de rest is het op zich wel een leuke blaster om mee te schieten. Maar voor de rest niet heel veel bijzonders. De volgende blaster is de Ever Fierce Bow bedoel ik. Het is ook een Stronghold Bow of een Heartbreaker Bow. En het heeft ook 4 darts. Het komt met deze chains van Charmed Series. En voor de rest heeft het best wel gaaf paint. Het komt met best wel goede ranges. Nou, goede. Het is wat je verwacht van Rebel. Dus ja, nu de laatste twee blasters. Nou, bows eigenlijk. Dit zijn de Agent Bow. Het is de eerste bow van Rebel. Rebel is heel erg veel met bows. De nieuwe bows komen er ook weer aan. Het is op zich best wel een gave bow. Het was mijn favoriete. Het is nog steeds mijn favoriete bow eigenlijk. Ik ben echt iemand die echt van bows is. En dit was echt heel gaaf. Het was het eerste echte bow. Er heeft een soort van laser pointer in zitten. Het kwam met 3 arrows. En het had een comfortabele handle. En het is string powered. Dus ja. Goed. En waarom is dit dan mijn favoriete? Terwijl ik deze naast hem heb. Die veel groter is. En een soort van cilinder aan heeft. Nou, deze blaster. Is natuurlijk de Arrow Revolution Bow, waar de arrows gewoon uit de cilinder vallen. Het is een soort van sight daar zo. De string gaat niet heel ver naar achter, minder ver dan die gaat. En het wiebelt als een gek wanneer je de string naar achter haalt. Heeft wel een comfortabele handle, heeft deze trigger om dit ding te roteren. Kwam met 6 arrows en ja, het was op zich wel een gave bow, maar het schoot heel veel uit. Goed, nu ik dat allemaal heb gedaan, heb ik een droge mond en wil ik snel beginnen. Deze blaster, de Sweet Mystery, niet aangeraden. Het is zoveelste jolt, je kan beter kopen. Je kan een veel goedkoper kopen. Dus ja, ik zou een andere halen. Angel 1. Ja, je kan deze halen, je kan ook vele andere versies halen. Op zich deze wel aangeraden. Mini Mischief, op zich wel aangeraden. Ook al is die al oncomfortabel dat hij zo klein is. Toch is het wel een gave blaster. Een leuke blaster op zich, dat hij zo als een deploy een beetje uit elkaar kan klappen. En het is de kleinste blaster die zo kan uitklappen. Dus ja. De Diamond D staat ja aangeraden. Het komt met goede ranges. Is gewoon gaaf om te hebben. Sweet Mystery. Zeker aangeraden. Ik hou van Hammershot blasters. Ik ben een cowboy. Dus daarom. En ja. Het is gewoon een gave blaster. Ik kom met een holster en zo. Dus daar. De Sling Back. Ja aangeraden. Ik vind de Sling Strike ook heel erg leuk. Dus daarom deze dan niet. De Luminati, ja, zeker aangeraden. Komt met goede ranges, gewoon krachtige blaster. De Messenger, ja, aangeraden. Het is gewoon een krachtige blaster. Ik raad al heel veel van deze blasters aan. Puur omdat Rebel gewoon best wel goed eigenlijk is. Vind ik dan. Ik ben een van de mensen die Rebel gewoon leuk vindt. Dit is de Pink Rust. Die vind ik ook wel aangeraden. Courage Crossbow, nee, niet aangeraden. Deze bow, ja, deze blaster is echt irritant om te reloaden. Soms schieten de arrow niet af. En ja, het is gewoon geen leuke blaster om soms mee te spelen. Spylight? Nee, Spylight niet. De Spylight is op zich wel een gave blaster, maar je kan beter Stronger kopen. Hij is goedkoper. Dus daarom. De Rapid Red is zeker aangeraden op zich. Het is beter. Nou, het is net zoals de Strive. Het komt met de 12 dart clip dan. Deze komt met de 12 dart clip. Het is precies hetzelfde modification. En het is gewoon een gave blazer. Dus ja. Je krijgt hier meer mee dan dat je met de Strive krijgt. Furless Fire. Ja, aangeraden. Het is een hele gave blaster. En het schiet gewoon goed. De Secret Shot. Ja, aangeraden. Het is beter dan de Ploy. Zeker. Veel beter. De Guardian Crossbow.
Ja, aangeraden. Zeker aangeraden. Het is gewoon een gave blaas. Komt met goede ranges. Dus ja. De Stronghurt Bow. Nee, niet aangeraden. Puur omdat hij gewoon, ja, hij is niet echt heel fijn. En dit ding, ik weet niet hoe hij ze voor elkaar krijgt, maar hij ramt soms gewoon in mijn arm. Dus daarom. De Ever Revolution Bow. Nee, ook niet aangeraden. Dit ding schiet ook zo vaak in je arm en het doet gewoon pijn. Komt met slechte ranges, weet je. Ja. Codebreaker Crossbow, ja, aangeraden. Ook al heeft hij dan soms wel van die irritante... dat die gaat vastzitten, dat de dart gaat vastzitten in de ding wanneer hij gaat schieten. Toch is het wel een gave blaas om mee te schieten. De Fear Fortune Crossbow, ja, aangeraden. Nee, niet aangeraden bedoel ik. Niet aangeraden. Het is wel een gave blaas, hij ziet er echt heel gaaf uit. Maar ja, dat soms dat hij blijft haken, dat is sowieso irritant. Agent Bow, ja, aangeraden. Is een gave blaas. Arrow Revolution Bow, nee, niet aangeraden. Wegwezen met dat ding. Veel te duur voor wat het is. En ja, hij gaat gewoon de hele tijd irritant doen. Je kan beter de Agent Bow halen voor veel beter. Voor veel betere prijs. Dus ja, dat is de blasters van deze line. En ik zie jullie gewoon in de volgende video waar ik de Elite Blasters ga doen. Dus verwacht dat het een lange video gaat worden. Later.